VN-vredesmacht in Libanon, UNIFIL, vlakbij de Israëlische grens, moet daar zo snel mogelijk vertrekken, zegt althans het Israëlisch leger. Dat is hun mening daarover. Gisteren was er opnieuw een incident, een aanvaring tussen blauwhelmen en het Israëlische leger. Tanks zouden op een poort van die VN-missie zijn ingeramd. We gaan erover praten met Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Meneer de Kruijf, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er nou precies gebeurd bij die poort van dat UNIFIL, van die post? Ja, volgens verhalen werd een Israëlische tank onder vuur genomen door Hezbollah. Die tank die vervoerde gewonden en die kon niks anders dan de poort binnenrijden om een veilig heenkomen te zoeken, volgens de verhalen. Ja. Is dat aannemelijk of totaal niet? Ja, dat zou kunnen, maar UNIFIL is onafhankelijk en heeft een waarnemersfunctie en moet eigenlijk altijd worden beschermd door alle partijen die het verdrag hebben ondertekend waarom UNIFIL daar is. En dat geldt dus ook voor Israël. En het is niet de eerste keer, hè? Een paar dagen terug heeft een tank vuur afgegeven op een toren van UNIFIL. Dus dat zijn wel dingen van je denkt, dat is niet zoals het wordt. UNIFIL is onafhankelijk, moet worden beveiligd, mag niet worden beschoten en moet niks anders doen dan waarnemen wat daar gebeurt en heeft een mandaat. Ja. Dus daar moet je van weg blijven. Ja, 10.000 militairen zitten er. En Netanyahu zegt, die moeten maar eens ophoepelen. Ja, maar daar gaat hij niet over. Zo simpel is het. Het is een VN-missie ondertekend door de VN en ingestemd ooit met Israël en met Libanon. En dan moet je dus wat anders gaan doen. Dan moet je dus een nieuw verdrag gaan uitonderhandelen. Maar het is niet aan hem om dat te zeggen. Nee, gaat dus ook niet gebeuren. Wat is de reactie vanuit de VN op die oproep van Netanyahu en die filmpjes die hij maakt? Nou ja, Jeanine Hennis, die daar zit als VN-gezant in Libanon, die vindt dat vreselijk. En die heeft ook de afkeur over uitgesproken. Maar ook de landen zelf, het zijn ook landen uit Europa die mensen leveren. Er zitten Spanje, Italianen zitten daar. Dat gaat wel ten koste van de reputatie van Israël. Dat is geen goed nieuws. Nee, ik zag ook een reactie van onder andere Brekelmans en Van Wil, geloof ik. Nederland zit er formeel ook bij, maar met één militair, hè, bij UNIFIL. Eén waarnemer, ja, bij UNIFIL, ja. Eén waarnemer. Is dat de vlag. Een beetje symbolisch, of? Nee, het is normaal. Dat is gewoon vaker zo dat landen één iemand hebben om betrokken te zijn bij die missie. Dat maakt die missie ook politiek sterker. Ja. Okay. Maar er gaat dus niks. Die militairen gaan ergens heen, die blijven daar gewoon zitten. En Netanyahu kan zeggen wat hij wil, maar dan moet hij andere diplomatieke paden gaan bewandelen. Ja, daar gaat het niet over. Daar gaat de VN uiteindelijk over. Nee, maar daarmee wordt wel het risico ook vergroot voor die blauwhelmen die daar dus zitten. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. En ze hebben wel een midden. Ze hebben wel bunkers. Ze hebben beschermende kleding. Maar de bedoeling is dat zij zitten in het zuiden van Libanon om door beide partijen te worden ontzien. Zowel Hezbollah als Israël. Ja. En nog even naar Antonio Guterres, de SG, de secretaris-generaal van de VN. Die zegt, aanval op UNIFIL-troepen en terreinen, dat kan wel eens neer gaan komen op oorlogsmisdaden. Is dat een terechte inschatting die hij maakt? Wat denk jij? Als je bewust een UNIFIL-post aanvalt, dus bewust geweld gebruikt tegen UNIFIL-mensen, dan is dat een oorlogsmisdaad. Ja. Maar de vraag is, wat is bewust? Ja, dat moet je dan wel kunnen aantonen. In dit geval. Okay. We gaan naar Israël. Amerika stuurt een nieuw, ze hebben het wel eens eerder gedaan, maar een afweersysteem, luchtafweer naar Israël. Dat is het TAAT-systeem, Terminal High Altitude Area Defense. Wat is dat voor ding? Ik geloof een militaire, mobiel lanceerplatform, hè? Nou, het is een soort Patriot met een radar en een commandocentrale en een raket. Alleen hij schiet veel hoger. Okay. Hij schiet zeg maar 3-4 keer zo hoog dan een Patriot. En dat betekent dat hij een ballistische raket die binnenkomt, kan hij heel snel spotten, maar ook heel hoog aangrijpen. Mm-hmm. En dat doet hij zonder een lading, maar gewoon door tegen de binnenkomende raket aan te botsen. Het is dus kinetische energie die hij gebruikt en geen explosieve lading. Ja, en dat heeft Israël hard nodig? Hebben ze hard nodig, want het zit niet dicht, het systeem. Dat zagen we afgelopen weken met de aanval. Maar nu ook weer met de droneaanval, dat systeem niet helemaal dicht zit. Overigens, dit systeem is niet tegen een drone. Hè. Dit systeem is echt tegen raketten die heel hoog binnenkomen uit de atmosfeer. Ja, dat systeem gaat dus die kant op, zo'n batterij. En daar hoort ook personeel bij, 100 man. Ja, dat leid je niet zomaar op. Dat duurt maanden, zo niet jaren. Dus Amerikanen gaan ook mee om dat te bedienen. Vooral de techniek, de command and control, dat is gewoon echt een vak. Dus dat moet je leren. Ja, en Iran zegt dan, als die Amerikanen daar zitten, dan wordt dat ook een doelwit van ons eigenlijk. Ja, dat kan zijn, maar het is een beschermende maatregel. En elk land heeft natuurlijk wel het recht op zelfverdediging. En wie ze daarbij halen, ja, dat is aan dat land zelf natuurlijk.
Tot slot wil ik nog even met je naar de straat van Taiwan. China is daar weer begonnen met militaire oefeningen. Het Chinese leger zegt het zijn waarschuwingen voor de, in hun woorden, separatistische acties van de Taiwanese onafhankelijkheidsstrijdkrachten. Amerika maakt zich grote zorgen. Het is allemaal nieuws dat nu zo'n beetje gaande is. We hebben eerder dit jaar ook al een oefening gezien, nu weer. Is dat iets waar je grote zorgen om moet maken of is dit een soort rituele dans die wordt uitgevoerd? Vooral het laatste. Maar we weten wel wat de ambitie is van China. Ja. En die is om uiteindelijk weer Taiwan terug te halen binnen het Rijk. Mm-hmm. Militair is dat ontzettend moeilijk. Want dan moet je over de zee heen om daar te komen. Maar het is vooral de spierballen laten zien. En laten zien dat bij China zowel de politieke wil als de de militaire capaciteit nog steeds aanwezig is om als het nodig is Taiwan binnen te vallen. Dus het is vooral een spierballentaal, want China zal Taiwan op korte termijn zeker niet binnenvallen, want we weten dat ze hebben met het Westen. Ja, en het Westen heeft ook capaciteit om dan daadwerkelijk iets te gaan doen. Hè? Amerika bijvoorbeeld verplichtingen om Taiwan te verdedigen. En dat kan ook allemaal, die capaciteit Jazeker. Is er allemaal? Ja, die is er wel. Amerikaans leger is qua slagkracht nog steeds groter, maar we weten wel dat bijvoorbeeld de marine van China goed per jaar ongeveer met de omvang van de Britse vloot. Dus dat is best veel. Zo, ja. Dus je groeit heel snel. Ja, okay. Maar nu gaan we dus heel wat woorden heen en weer zien en uiteindelijk dan loopt het weer met een sisser af. Maar hoe lang nog is een beetje de vraag? Ja, dat weten we dus niet. Nee, klopt. Dankjewel, Marten Graaf, voormalig commandant der landstrijdkrachten.